lievelingen. Nou, daar ben ik dan hoor, samen met onze Ria. Zullen we jullie eens even een powerlesje geven? Zijn jullie er al klaar voor thuis? Ria zal opties geven, heeft nu een bezemsteel vast. Ik heb gewoon de stang vast. Ik doe hem gewoon zoals iemand hem thuis ook kan doen die wel spulletjes thuis heeft. Iemand die geen spulletjes thuis heeft, kan dus naar Ria kijken. Zullen we eerst gaan beginnen met de warming-up? Zijn jullie er klaar voor? Pak lekker je stang vast, schouders goed naar achter toe, buikspieren aangespannen, houden knieën mooi uit het slot. En dan gaan we beginnen met een deadlift. Betekent dat we naar de knie gaan werken met de stang over de bovenbeen heen. En dan gaan we beginnen. Oké, we beginnen met een super slow deadlift. Kom maar in 4 tellen naar beneden. 2, 3, en langzaam weer terug door richting je knie. Maak nu weer die deadlift. Nog een keer omhoog, 3 omhoog. 1, 2, 3, en weer terug richting je knie. Let op, we krijgen een nieuwe oefening, de high pull. Op. Net onder je borst, hou je schouders laag, ellebogen op je schouders laten. Mooi meid, op je knieën, goed zo. Klaar voor je knieën, press, go. Hop. Sta nou je dicht bij je, op je bezem stil, kijk voor jezelf. Staan, kan je squatten. En weer langzaam omhoog. Billen goed naar achteren toe duwen, tussen die benen in. Knieën boven je voeten laten. 3 om mee. 1, 2, 3. Op. Borst haalt je mooi op. Kijk goed naar hier of het zij aan zicht. Rechts, been achter. Goed zo.
stap op bezemstil uit je nek gelegd worden. Breng hem even voor je neer. Pak nu als je een schijf hebt thuis. Pak die vast. Alles de optie. Kijk naar Ria. We gaan een super slow squat. Je stang of je bezemsteel of niks. Mag ook gewoon eventueel een flesje water pakken of een zwaarder iets. Kan ook maar zo je wasmiddel zijn die je lekker kan vasthouden. We gaan beginnen dus met de fles of een schijfje. Daarna wissel je om voor de stang of eventueel voor de bezemsteel. Of je stofzuigerslang. Kijk even wat je fijn vindt. Dus pak me goed vast. We gaan beginnen met een super slow squat. Schouders goed naar achteren houden. Knie uit het slot. Benen zijn schouderbreedte. En dan gaan we starten. Yes, zijn we er klaar voor? Ik denk het wel. Hup, hup. Nou, we komen eraan, hoor. Goed zo. Dus wat ik al zei, super slow. Je billen naar achteren drukken. Komt in. Weer een keer. Goed zo, nog een keer. Netjes. Single tempo. Knijp in je billen. Denk eraan. Vergeet je niet. Goed zo, op je tenen, breng die mee. En anders blijf je staan. Juist en alle tijden voor jullie de lichte optie aan het voordoen. Wil je springen? Spring je met mij mee. Hop. Dit is een optie. En anders blijf je lekker bij Ria. Kom rustig staan. Ja, dat springen dat vinden ze allemaal wat hoor. Kom je schouderbreedte staan en pak je positie weer terug. Super slow laten we weg. 2-2 komt ie. We are here. Yes, ik hoor de mensen thuis nog allemaal doen. Op je stoel dit niet is. Drie omheen. En op. 1, 2, 3. Op. Nog één keer. En dan komen je singeltjes weer terug. Go. Over. Leg hem weg. Pak nu je slang.
achter het zachte gedeelte van je schouderlijn. En dan gaan we weer door. 3 en ronde 4. Klaar? 2. Lastig. Dus we gaan lekker door met de rugtrek. Daarbij heb je nodig je stang of je bezemsteel en daarna een flesje water op de schijf. Ligt eraan wat je thuis hebt natuurlijk. En dan gaan we starten. Schouders goed naar achter laten. Wees trots op jezelf. Je doet het lekker thuis. Wij staan alleen voor jullie hier. Dus kom erop. Goed, we beginnen met een deadlift. Dat betekent dat de stang richting je knie gaat. En alleen je bovenlichaam duw je naar voren toe. Komt ja. En weer langzaam boven. Nog een keer. Goed je schouders naar achteren laten als je boven komt. Ben je nog steeds trots op jezelf. 2. Goed zo. Dus alleen je bovenlichaam naar voren toe. Single hoi. Dus wat doe je? Naar je knie brengen, strekken naar je navel, druk met je knie omhoog. Ben je klaar voor je high pull? Hol je borst op je tenen. Hop! Laat je schouders laag. Je gaat je ellebogen naar buiten brengen. Net onder je schouders laten. Komt ie aan, de cleaner press. Go! Draai je armen eronder en eroverbrengen. Lijkt tijdig in je schot. Mooi om te zien bij het zijaanzicht. Terug naar je single roei. Ook hier weer. Je armen span als je licht naar achter trekken. Span die schouderbladen naar elkaar toe. Oké, clean up press. Op. Yes. Hop, hop. Je knieën is goed naar de zwaarder die wordt.
schudden. Pak hem weer terug op je schouders, weer goed naar achteren brengen toe. Wees trots. Super slow. Niet handig, dus die behouden. Goed, kom je dus
zitten op je tafel, je stoel of je stepbankje. Je handen gaan naast je billen. Die schuif je er dus af. Voeten hou je gewoon lekker dichtbij. En je zorgt ervoor dat je recht naar beneden gaat. En die ellebogen, dat kan je bij mij nu even niet zo goed zien. Ik zal even mijn voeten smal houden. Maar dan zie je dus dat mijn ellebogen naar achteren drukken. En niet dit. Dus je moet ze niet naar buiten gooien, maar naar achteren. Yes, gaan we beginnen. Je hebt daarna een flesje water op je dumbbell en een schijfje in je bloemkool. Hup, hup. Dan gaan we even lekker beginnen. Goed, kom maar op. Met je billen van het bankje, hou hem vol, hè. Jullie weten allemaal, deze duurt best lang. Dus je bent met je billen van het bankje af. Maar die moet je wel dichtbij houden. Dus ook dicht bij je stoel. Twee, twee. Thank you.
trailer? Nou, bijna. Ze staan bijna strak. Je mag je kraag aanmaken. Voor de biceps betekent je spierballen, hè? Dus de voorkant. Ook hier heb je een stang nodig. En voor de rest eigenlijk niks. Of dus je bezemsteel of je stofzuigerslang. Wat je wel moet doen is je handen andersom. Dus je hebt je stang op je handpalmen, vingers eroverheen. En dan zorg je er dus voor dat je je polsen niet gaat indraaien als je hem omhoog brengt. En die ellebogen moeten in je taillijn blijven, maar zet ze niet op slot. En dan gaan we van start. En dan kunnen de muziek mooi aangezet worden door onze assistent. We beginnen met het 2-2. Komt ie aan. 2-2 op. Sundays, you're the only thing. Dus net boven je borst. En altijd weer helemaal terug naar je bovenbenen. Dus maak je armen weer lang. Op. 2. Terug. 2. Ga door. Sometimes you're a stranger in my bed. Dus goed, je elleboog in je taillijn houden. Niet naar voren gooien, ook niet naar achter toe. We gaan op de rem trappen, doe je mee? 3, 2, 3, en terug. Hou dus dat gewicht tegen, hè, als je hem naar beneden brengt. 1, 2, 3. Niet liften. Yes?
Goed, we beginnen dus met de stang. Hou een schijf vlakbij je of de bloemkool. Leg de stang mooi achter in je nek, schouderlijn. Zakt in gedeelte. Schouderbreedte ga je staan of heupbreedte. En dan ga je hem ook zo uitstappen. Zet hem niet achter je andere voet, want dan zie je al, dan ga je wiebelen. Dus je mag best wel wat breder staan. Heupbreedte ga je staan. Ook zo stap je dus uit. We beginnen met rechts. Dus zet je rechterbeen mooi achter neer. En dan gaan we met een 2-2 starten. En dan mag de muziek van mij aan. Bekken is iets naar voren gekant, want je moet dus recht naar beneden met je bovenlichaam. Dat kan je heel mooi zien, Maria. En ben je dan helemaal klaar, dan kan die. En dan gaat hij. Klaar, 2-2. Oh!
Nou, toppers. We gaan naar de rug en schouders. Oh, rug hebben we gehad. Schouders. Pak die gewoon licht. Natuurlijk gevoel ik natuurlijk je schouders. Pak twee flesjes eventueel. En dan dus straks weer. Je bezemsteel heb je nodig. We gaan deltoid raise doen. Betekent. Eén been naar voren. Schijven of flesjes water achter je. En dan trek je hem omhoog. Dus schuin achteren. Gaan die ellebogen. Gaan dus de schouderbladen naar elkaar toe. Die gaan we ook trainen. Schouders. En dan heb je daarna je stang nodig. En dan kunnen we van start. Hij zegt dat we een sexy rug krijgen. Maar we krijgen gewoon mooie schouders. Goed. Dus bovenlichaam is iets naar voren toe. Als je op de grond zit, zijn je schijven achter je kuiten. En anders kan je mooi naar Ria kijken. Begin zo meteen met een super slow. Dan trek je allemaal open. Komt ja, super slow. 3, 4. En nu pas terug naar beneden. Dus we doen je nog een keer. Maar je laat je onder je schouders. Strak op net op die borst terecht. Buis
Jackson back. We brengen sexy terug. Nou, dan gaan we naar de buik. Wil je ook een matje? Wel zo comfortabel natuurlijk. Heb je geen matje thuis, probeer dan iets meer handdoek of iets neer te leggen onder je, dat je wat zachter aanvoelt voor je. Wil dat lukken? Zie je mij zo nog? Dan knip je er maar tussenuit. Goed, we gaan omhoog. Laat je voeten gewoon als eerst staan. En daarna nemen we de benen mee. De optie kun je dus zien bij Ria. Op het einde straks krijgen we die mountain climber. Als je die niet wil doen, dan kan je naar Ria kijken. Die blijft voor de makkelijkere optie doorgaan. Ik ga straks over in die mountain climber. We blijven eerst twee rondes lekker op terug. Goed, handen achter je nek. Als je met een schijf wil werken, mag ook. Kan je op je borst neerleggen of bij je voorhoofd houden. En dan kom je zo meteen zo omhoog. Benen kunnen, als je voor de zwaardere optie gaat, dus lang. En dan gaan ze om en om naar beneden. En dan kom je drie omhoog. En dan dus op 90 graden en dan tap je ze. En dan kom je ook met je bovenlichaam omhoog. Yes. Leg te veel uit? Nee, hè? Helemaal goed. Ria komt niet meer bij. Ik wel. We gaan starten. Kom op met die buikspieren. Zo, we gaan dus alles laten liggen behalve je bovenlichaam, want die komt iets van het matje af. In 2, 2 gaan we van start. Komt-ie! Op! En weer terug. Niet helemaal terug, laat die spanning lekker op je buikspieren. En goed, je buikspieren hier trainen, hè? Dus niet je nek omhoog trekken en je benen mee. Terug. Op. En terug. Yes, nou daar gaat-ie. Benen lang op 90
Uitkijk als je omhoog komt, we gaan voor de cooling down verder. Met die nieuwe staat. Kijk eens uit. Tot je niet duizelig wordt. Met snel opstaan. We gaan heel even de cooling down nog doen. Ook voor de mensen thuis. Doe gewoon de cooling down even voor je mee. Goed voor je spierherstel. En gaan van start. We gaan een ademhalingscirkel doen. Dus dan kom je heupbreed te staan. En ga zo meteen je arm omhoog brengen. Dan adem je even diep in en uit. Ja, adem in. Zet je rechterbeen een stuk van je af. Kom ermee met je handen op je knieën. Voeten zijn gelijk. Handen gaan langs je weer rechterbeen. Draai voorzichtig het kwartslag. Staat je linkerbeen achter in de kuitstretch. Super bedankt. En dit was die. Geniet ervan.